Oké, ik heb eigenlijk nog een cadeautje, maar... Ze hebben zelfs een douche. Ja. Bizar. We zijn er. Kijk eens even hoe lekker dit eruit ziet, jongen. Ik zie dus ook wat hier bij mijn voeten liggen. Let op, er staat hier op menu. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Wij staan hier zo in de lift en ik zeg goedemorgen. Maar op dit moment is het 1 uur 's nachts, 00:57. En Jade en ik staan op punt om de lift uit te gaan en Abu Dhabi te... Oh, als het soepel gaat... te verlaten. Jongens, wij gaan er vandoor. Wij gaan uitchecken en wij gaan naar het vliegveld toe. Maar vandaag is wel de dag dat ik eindelijk in de vlog kan vertellen wat Jade de verrassing is. Jade en ik hebben van de week namelijk de cadeautjesvideo opgenomen, waar we super veel leuke cadeautjes allemaal voor elkaar gekocht hebben. En toen was er een stukje dat ze nog een extra cadeautje had voor mij. En ik ga jullie nu even de flashback laten zien, want dit hebben jullie nog niet gezien. Oké, ik heb eigenlijk nog een cadeautje, maar ik wist niet of het door kon gaan, want er waren nog wel wat probleempjes. Voor wanneer is het? Woensdag. Voor woensdag? Hoezo is het voor woensdag? Dan gaan we weg. Wil je het nu weten? Ja, is goed. Hoezo? Ik heb business class tickets voor ons teruggeboekt. Waarom? Omdat jij nog nooit business class hebt gevlogen en ik ook niet. En het was nog beschikbaar. Maar dat kost toch echt achterlijk veel geld? Ja, het is wel duur. Maar daarom, je bent gek! Daarom wist ik ook niet, zeg maar, met de cadeautjes. Omdat het nog niet bevestigd was. En ik krijg echt net mijn berichtje dat het bevestigd is. Ik ben er echt benieuwd naar. Ik heb nog nooit van mijn leven business class gevlogen. Omdat ik het gewoon geldverspilling vind. Dus je bent gewoon dom. Nee, maar ik vind het echt zonde van je geld. Dat je nee, het was wel wat goedkoper. Omdat wij natuurlijk de vlucht hadden omgeboekt. Dus er was al betaald. Oké. Ja. Dus het was alleen nog de extra kosten naar business. Ik ben benieuwd. Dat was een keer interessant. Maar zitten we wel naast elkaar dan? Ja. Wow, ik ben echt benieuwd nu, jongens. Ja, jongens. Wij vliegen dus inderdaad voor het allereerst in ons leven. Oh, het is een beetje donker hier. Business class. Zo, nu is het lekker licht. Kom door het reclamebord wat hier staat. Jade, wat heb je gefixt? Ja, business class. Oh, fucking gaaf. Ik moet er wel bij zeggen, het is natuurlijk omdat de tickets omgeboekt werden. Ja. Dat het wat goedkoper was, want het is echt fucking duur, zeg maar. Dat is niet eens grappig. Maar het was nu nog soort van te betalen om het te doen. Ja, dat komt dus omdat het eerste deel van onze vlucht is betaald, zeg maar, door het bedrijf waarmee we dus naar Abu Dhabi zijn gegaan. En eigenlijk alleen het business gedeelte hoefde jij dus nog bij te betalen. Ja. En dat was eerst super duur. En toen opeens was er een soort van een plekje vrij wat goedkoper. Was ik zo, oké, doen. Let's go. Ja. En daarom zijn we dus hier zo bij de terminal. En inderdaad, die taxi waar je net in zat, die krijg je er dus al bij omdat je business vliegt. Dus die haalt je gewoon op. Dat is blijkbaar een service die ze verlenen. Het gedeelte waar wij hier ook zijn is alleen dus voor business class blijkbaar. Dus daar moeten wij heen. Kijk, het is ook helemaal rustig hier. Ze hebben dus voor business class een heel apart incheckgedeelte blijkbaar. Waiting for check-in? Ja. Yeah. Yes, please, the counter. Oh. Oké, okay. Nou, we mogen gewoon vooraan. Holy moly. Binnen 5 minuten ben je en de security en de check-in door. Omdat ze gewoon een hele aparte afdeling hebben waar je dus check-in hebt en door de security heen kan. Echt bizar. Hé, hey, we zijn echt verpest straks. Ja, klaar. Wow, ik wist het ook gewoon niet, hè, dat het zo was. De eerste winkel die hier zit. Maar zeg maar, je hoeft dus niet in die rij te gaan staan voor in te checken, want ze hebben een hele aparte balie gewoon. En ook nog een hele aparte security. Ja, we zitten 1 verdieping hoger. Ah, hier kom je ook gelijk bij merken als, je ziet staan Gucci, allemaal de dure winkels hier zo. Is dit dan ook alleen voor als je business vliegt? Dat weet ik niet. Hier, Fendi, brillen, alles. Oh, hij staat niet scherp. Slimme marketing, ze denken, de mensen die business vliegen, die hebben toch zat geld. Ze gaan ook wel merken als Fendi, Chanel, al die shit gelijk kopen. Nou, dat doen we mooi niet. Gelukkig, we hebben ook een Burger King. Nou, hey, toch fijn. Ik heb dus altijd gezegd, jongens, dat ik business class vliegen echt geldverspilling vind. Dat ik het zonde vind van je geld. Maar ik ben heel benieuwd of mijn perspectief daarop vandaag gaat veranderen. En dat ik misschien denk van, het is toch een soort van je geld waard. Ik heb zelfs Insta-stories erover gepost. Ja. Dat mensen vroegen, waarom vlieg je altijd economy class? Dat zeg ik omdat ik het gewoon geldverspilling vind. Ja. Als je het ook vergelijkt, je betaalt dus €600 voor een normaal ticket. En als je business class zou willen vliegen, betaal je dus inderdaad 1800. Dus zo achterlijk veel. Nee, meer. Meer zelfs? Ja. Hoeveel? Volgens mij was het normaal 2000 voor het upgrade. Dus dan heb je nog, zeg maar, zonder economie. Dus ik denk iets van 1500. 2500. Terwijl een normaal ticket naar Abu Dhabi gewoon maar €600 is. Kan je nagaan. Waar gaat al dat geld heen dan? Daar gaan we nu achter komen. Nummer 1 is dus de taxi die je gratis krijgt. Nummer 2 is, zeg maar, het snel inchecken, snel door de security heen. Dat is natuurlijk tijd is geld, om het zo maar te zeggen. We zijn 5 minuten hebben gedaan en we overal erheen gaan. Ja, en nu mogen we dus naar een speciale lounge. Wat ik me dan afvraag, want in die lounge eten en drinken.
Is dat dan gratis? Of het gratis is? Ja. Nou, dat hoop ik wel voor dat bedrag. Ja, maar dat weet ik dus niet. Abu Dhabi Business Class Lounge. Daar gaan we. We zijn in de lounge, jongens. En we zitten hier zo. Kijk eens even. Je hebt dus allemaal tafels, stoelen, banken, van allerlei dingen. Een bar, slapende mensen. En we denken dus dat het gratis is. We hebben het nog niet geprobeerd, maar we denken het wel. Staat hier. Ja, je kan ook iets scannen inderdaad. Waarschijnlijk is het gewoon een menu. Oh, wacht. Ja, dit zijn newspapers en magazines. Staat erop. Ik denk dat ik gewoon even lekker een drankje ga scoren. Want het is half twee 's nachts. Dus in principe, goede tijd. Je kan uitgaan. Ja. Dit bedoel ik. Kijk, we kunnen gewoon lekker een drankje nemen. Hé, lekker man. Hier heb je allemaal dingen. Kijk, je hebt ook een appelsapje. Niet verkeerd. Ik kan water nemen. Allerlei andere dingen die je hier allemaal kan pakken. Zoals appels, weet ik veel. Broodjes, van alles. Wat ik me dan voornamelijk afvraag is zeg maar, hoe betalen al deze mensen dit? Is iedereen hier dan zo stinkend rijk? Of punten? Hebben ze gewoon ja, vliegpunten of zo opgespaard? Want dat kan dus ook blijkbaar. In principe wel ideaal. Ik kan nu dus gewoon in alle rust ook hier de vlog editen. Want ik word hier niet lastig gevallen. Ik zit hier heerlijk. Dus dit is ook wel een voordeel. Waarom heet het eigenlijk business? Waarschijnlijk mensen die gewoon inderdaad voor zaken die een hele goede baan hebben. Ja. En daardoor kunnen ze het betalen. Zakenklasse. Dat... Zakelijke klasse. Aha. Kijk eens, ze hebben ook hun eigen wifi. Kijk dan. Niet dat ik er nu trek in heb, maar ze hebben ook allemaal cakejes die zo staan. Hier zo daarachter is dus een hele bar waar je dus allemaal gratis drank kan bestellen. Daar kan je allemaal eten bestellen. Deze lounge is wel echt groot. Het begint wel leeg te lopen. Ja, het begint leeg te lopen omdat het steeds later wordt. Ik denk dat er een vlucht is gevaar. Ja. Ik denk het ook. Ik zeg trouwens natuurlijk gratis drank, maar gratis is het niet als je bedenkt wat je daar eigenlijk dus voor betaalt. Dat is best wel een heel duur biertje dan in principe. Waarschijnlijk is jouw biertje nu 35 euro of zo. Ja. Kijk dit ook hè. Je kan dus gewoon rijst nemen, hier zo broccoli kan je nemen, boontjes kan je nemen, allemaal salades, allemaal broodjes weer. Het is gewoon eigenlijk een heel restaurant op zich waar je dus in loopt. Zie je? Allemaal tafeltjes met kaarsjes. Oké, genoeg van de lounge gezien. Wij gaan richting het vliegtuig. Klein plasje. Kijk dan, je hebt zelfs een shower, jongens. Je zou zelfs kunnen douchen nog even hier, zo, voordat je in je vlucht ingaat. Nou, ik houd alleen maar handen wassen. Ze hebben zelfs een douche. Ja. Bizar. Kijk, zelfs die deuren zien er al gewoon smooth uit, hè. Hoe je zo de lounge uitloopt. Bye bye. Nou, zeg allemaal eventjes netjes gedag. En die mogen dus als eerste het vliegtuig in. Dat is ook natuurlijk een privilege. Het leuke wat Jade dus heeft geboekt, zeg maar, is dus een koppelseat. Dus dat betekent dat je met z'n tweeën bij elkaar kan zitten in de business. Dus dat je niet gescheiden zit van elkaar. Dat was dus eerst niet mogelijk, hè? Eerst zouden we uit elkaar zitten. Ik dacht, no, dat gaan we dus mooi niet. Dus we zitten nu lekker bij elkaar? Ja. En hoe dat eruit gaat zien, dat gaan we dus straks zien. Ik ben trouwens echt nog nooit zo vroeg dus mijn vlog begonnen. Ik moet gewoon nog slapen. Eigenlijk is het nog de vorige dag voor mij. Boy, joh, er stond zo'n lange rij. We mochten alles skippen. Zo, het was echt niet normaal. Dat is eigenlijk zo, ik ben daar helemaal niet van. Hè. Ik haat dat eigenlijk gewoon, maar ja. Maar dit is ook een van de grootste vliegtuigen die ze hebben. Hier was echt fucking... Oh, we zijn er al. Ja, we zijn er. Ja. We zijn er. Kijk eens even hoe lekker dit eruit ziet, jongens. Holy moly. Hey, ja, dit is top. Hey. Oh, joh. Ja, als ik jou zat ben. Ja, wat dan? Dit ding gewoon omhoog. Oké, we zitten. Zo, dit is gewoon heel vet, joh, jongens, inderdaad. Wat heerlijk. Oh, wat heerlijk. Hé, hey, maar dit kan dus gewoon omhoog. Hoe werkt dat dan? Ik heb dan een knopje. What the fuck, ja. Oh, huh? Kijk dan. Nice. Oké, maar ik wil Jade nog wel even zien. Hallo. Hey. Jongens, ik voel me helemaal thuis. Ik ga lekker mijn schoentjes uitdoen. Ik hoor nog iemand wat dingen omboeken. Wat ben jij nou allemaal aan het doen? Ik heb een tafel. Je klapt even je tafel die hier eruit. Aha, je kan je trui dus hier eraan ophangen. Kijk, wat een ruimte, jongen. Ik kan gewoon helemaal gestrekt. Ik zie dus allemaal knopjes hier. Ik weet nog niet waar ze voor zijn. Dat gaan we straks zien. Lichtstand, leesstand. Weet ik veel wat het allemaal is. Ja, ik durf ook nergens op te klikken eigenlijk. Straks ontploffen het vliegtuig. Het vliegtuig ontploffen, ja toch. Hé, je kan je laptop pas gewoon lekker hierboven. Oh ja. Oh ja, we hebben gewoon ons eigen vak. Wij hebben dus ook wat dingetjes gekregen hier zo. Kijk, daar staan dus essentials, zwarte dingetjes. Een mapje heb je erbij gekregen. Ga jij het even openen? Wat hebben we gekregen? Dat is natuurlijk even voor vrouwen een hele leuke unboxing. Het lijkt een beetje op een make-up tasje. Oh, Aqua di Parma staat erop. Ik weet niet wat het klinkt als parfum of zo. Daar zit in. Wat is het? Ik denk een slaapmasker of zo. Een slaapmasker? Een tandenborstel. Een tandenborstel, ah, nice. Een geurtje. Een geurtje, ja, toch parfum. Handcreme. Handcreme. Maar wat was het eerste nou? Die moet je even openen. En het is? Ja, sowieso een slaapmasker. Oh, en sokken. Sokken? Nee joh. Oh, lekker. Op zich wel handig, want ik heb bijvoorbeeld ook nu al stinksokjes. En in het vliegtuig is dat wel viezig natuurlijk. Nee, heb jij stinksokjes?
Ik zie dus ook wat hier bij mijn voeten liggen. Let op, er staat hier op menu. Dit is waarschijnlijk voor het eten wat je dus kan bestellen allemaal. Ja, je hoort het goed, je kan bestellen. A la carte menu, zie je? Je kan gewoon letterlijk, je hebt een voorgerechtje, een starter. Je hebt hoofdgerechtjes, al day, dus wat je de hele dag kan bestellen. Wat hebben we nog meer? Hebben we dan ook toetjes? Ah, je hebt softdrinks, koffie, thee. Oké, dat is op zich wel normaal, kan je altijd wel bestellen in het vliegtuig. Ja, maar nu zit er ook soort van bij inbegrepen weer, hè? Ja. Je legt geen toetjes, hé, wat is dit? Misschien liet je die net vallen. Wel biertjes, liqueurtjes. Kijk dan. Martini. Oh jawel, dessert. Oh ja, dessert? Desert. Dessert. Nee. Dessert. Dessert. Dat is woestijn, sorry jongens. Mag ik een dessert alsjeblieft? Maar ja, yoghurt. Broodjes. Oh, lekker. Kaasomelet. Ja, maar Arabisch we hebben morgen ontbijt, hè? French toast. Want we landen om 9 uur, dus we kunnen lekker om 8 uur zeggen van ik wil even lekker ontbijten. Lekker. Ja, dat ook nog eentje natuurlijk. Tenminste, die heb ik ook. Die ligt hier. Wat is het? Een kontlapje. Een kontlapje, mooi. En een zakje. Nee, hè? Nee, een doekje of zo. Is het niet een nekwarmer? Hey. Oh, yeah. I would like a glass of champagne, please. Kijk eens, nice. Thank you. Hey, dat begint goed. Daar kan ik wel slapen. Dit is inderdaad dat je geen mondkapje ophoeft. Oh, dat kan je zo over je hoofd doen. Maar dat je zo doet. Aha. Dat mag ook. Ja. Kijk, je kan trouwens hier via dit displaytje, kan je dus, als het goed is, je hebt hier een mooi lampje. Kun je hem uitdoen. Nice. We laten natuurlijk wel echt alles zien, hè. Dit is ook apart. Je hebt een andere gordel. Kijk, je trekt hem van achteren. En dan heb je hier een punt zitten. Oftewel, ben je nu beter beveiligd of zo? Meer overlevingskans. Nee. Mensen in business school zijn blijkbaar belangrijk. Ja, die hebben meer kans bovenop. Matches are easy directions, not allowed. Zo, ja, dan krijg je ook een mooi glaasje. Lekker champagne. Op onze eerste en laatste keer. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Of niet. Misschien zijn we dus echt verpest. Nu wordt de vlog eindelijk leuk. Ja, hij is dicht. Heerlijk jongens, lekker. Ook een mooie optie. We hebben een controller hier zo. En dan kunnen we mooi Angry Birds spelen. Hoppakee. Hoppakee. Zo. Ja, ik ga het er niet elke keer naar voren buigen. Godverdorie voor dat geld, hallo. Kijk, mijn rug straks nog. Ja, ben je gek. Hallo. Klik even op terug dan. Nee, ik heb er geen zin meer in. Laat me zitten. Oh, je bent hier echt niet voor gemaakt. Komt-ie, hè? Nee, kut. Ja! Heb je gehaald? Doei. Level gehaald. Heerlijk. Een lekker dekentje. We gaan rijden. Champagne glaasjes op. Ik zit voortreffelijk. Daar gaan we. Je kan dus hiermee ook lekker de sfeerverlichting aanzetten. Zie je? Ja, zet hem ook even aan. Maar ik denk dat het tijd is om straks het bed in de lichtstand te zetten. Maar dan moeten we even wachten tot dat tekentje daar weg is. Je ziet het niet goed, maar dat is de gordel. Let op. Hij kan helemaal plat. Dit is top. Hey, wel trusten. Heerlijk. Even de lampjes uitdoen en we gaan lekker slapen. Dit is zo apart, hè. Echt nog nooit meegemaakt. Ja, ik denk dat ik wel lekker ga slapen. Ja. Kijk eens wie de wakker is. Goedemorgen. Zo jongens, we hebben heerlijk geslapen. We waren helemaal gestrekt. Het was echt top. We gaan eerst doorgeslapen. En nu lekker ontbijten. Ziet het er even lekker uit of niet? Kijk, omeletje, chidrange, water, fruit, muffin. Heerlijk. En het ontbijt van Jade staat er. Kijk, ze heeft gewoon een wentelteefje in het vliegtuig. Hier. Yoghurt, chidrange, croissantje, muffin. Nou, lekker smullen. Ziet er echt goed uit. En heel je tafeltje wordt gewoon gedekt met een tafelkleed. Dus nice. Het is licht. Nee. Oh, nog een half uurtje. En ik ben echt lekker uitgerust. Dat wel. Kijk maar eens hier. We vliegen alweer boven ons mooie kikkerlandje, jongens. Wat een route hebben we afgelegd. Nog 16 minuten vliegen hier.
top. Jongens, we zijn weer in Nederland. Hey Edith, hey. Wat fijn om jou weer te zien. Oh, ik kon niet wachten omdat ik hier eruit zou lopen en dat ik jou zou zien. Ja. Heb ik ook altijd hoor. Ja, hè? Dat was wel echt het beste gevoel wat we konden krijgen. Ja, liefst hoopte ik dat die katten er stonden. Ik tel even waar je die broek vandaan hebt. Wat? Ja. Mijn DM staat helemaal vol met waar ik deze broek vandaan heb. Oh. Maar ik mag in jouw vlog nooit zeggen waar ik mijn kleding... Dat is niet waar. Jawel, ik zei toen... Zeg dan waar je hem vandaan hebt. Van bij Joedelabel. Oké, nou, kom, we gaan naar de auto. Nee, we moeten even op Laura wachten. Oh. Krijg ik 100.000 screenshots in mijn DM met... Hey, uit deze vlog van Gio, waar is deze vlog? Echt nou, heel heftig. Aha. Wij zijn weer aangekomen in het prachtige Heemskerker, jongens. 20 jaar en ze woont in de buurt en ze wil naar de stad, maar die stad. Oh, je hoorde de toeter niet eens door de muziek. We zijn weer thuis. Oh, je gaat er tussen schennen. Hey Noora! Hey! Alles goed met jou? Ja, met jou? Zo fijn. Ja, fijn. Hier, je hebt hem ook gewoon echt op 300 gezet, die airco. Oh. Ja. We gaan eens terug naar Abu Dhabi. Ja. Jongens, wij komen natuurlijk net uit de business class. Het was echt super gaaf om een keertje mee te maken. Hoe zeg je nou weer natuurlijk? Zo is. Dat wij het business zijn. Nou stoer. Ja, je mond is. Ja, wat een lelijke auto. Zo. Wow. Inderdaad. Kijk hem eens. Als je nu terugdenkt aan de 2600 euro die je dus eigenlijk normaal zou betalen per persoon. Zou je het dan het geld waard vinden om deze ervaring nog een keer te doen? Nee. Moet je serieus over nadenken? Nee, het is het niet waard. Maar ik heb wel eerlijk geslapen, moet ik zeggen. Ja, maar voor 2600 euro. Ik ben niet bang geweest. Jongens, ik vond het echt een hele gave ervaring. Dat is zeker wel leuk om alles een keertje mee te maken en te kijken hoe het is. Maar... Ik wil net zeggen, anders dan ga ik je tikkie sturen. Maar voor dat geld, dan zit ik wel liever even met mijn benen in mijn nek, zeg maar. Ja! Zo, ik was even lekker in de automuziek aan het pompen. Maar, jongens en meiden, ik ben aangekomen in Amstelveen. Want ik heb Jade en de moeder... En Noora net af moeten zetten in Amsterdam. En dat heb ik moeten doen met Jade de auto. Want we hebben even geen andere auto op dit moment. Dus vandaar. En kijk eens. Ik ben bij Vincent. Bijna zowat recht vanuit het vliegtuig door naar Vincent. We zijn wel nog even in Heemskerk dus geweest. Heb even wat gegeten daar. Even een tossetje. Maar daarna moesten zij dus gelijk door. Want ze hadden een belangrijke afspraak. Dus vandaar. En toen dacht ik. Ik rij even lekker naar Vincent. Hey meisje. Hoe ben je binnengekomen? Ja bro. Ik stond de hele tijd daar te wachten. Ik stond de hele tijd te kijken. Want er stonden heel veel mensen voor de deur. Ik dacht, als jij aan gaat bellen, ga ik doen wat jij ook altijd deed. Ik drukte per ongeluk verkeerd allemaal. En die gast stond me aan te kijken van, wat is deze guy aan het doen? Jammer man. Zo man. Hé, hey, besef dat ik gewoon... Vlogger. Ja man, ik mis je zo erg dat ik vanuit het vliegtuig gelijk naar je toe kom. Dat vind ik lief. Wat een heerlijk zonnetje buiten zo jongens. Ik zei het in de vlogs van Abu Dhabi. Weet je wat je echt waardeert als je in Abu Dhabi komt en je komt weer in Nederland? Is dit nou een dode eend? Of ben ik nog gek? Wat? Daar. Yoda? Yoda? Yoda. Dat is ons dode eend. Ja, we hadden drie eenden. Pipi, Lilo en Yoda. Yoda is nooit meer teruggekomen. Maar, maar weet je wat je echt waardeert aan Nederland als je in Abu Dhabi bent geweest? Dat je in de zon kan staan. Ja, en de frisse Nederlandse buitenlucht. Dat is echt zo. Als je in Abu Dhabi naar buiten loopt, het is zo, ja, zo'n walm daar zo. Hetzelfde als dat je in de sauna moet gaan ademen. Dat is ja, ook lekker. Nee, dat is gewoon kut. Heerlijk. Ik zie Schiphol daar liggen. Wil je alweer weg? Ja, ik wil gewoon weg. Ik ben net terug. Bro, ik ben nog niet eens thuis geweest. Kan je nagaan? Naar Ferrari wil gaan. In Spanje? Ja. Ferrari land. Ja, ik wil daar wel heen. Daar gaan we toch gewoon? Ja, laten we dat volgende week gaan plannen. Let's go. Hey. Ja, we gaan er gewoon nu heen. Nu. Bro, ik ben net terug. Ik ben nog niet thuis. Oké, 3, 2, 1. Wacht. Oké, kans 1 op 10. 3, 2, 1, 6. Ik mag wel terug doen nog één keer. Oké. Maar dan kans op 1 op 9. Ja. 3, 2, 1, 4. 8. Ja, ik wil dus echt heel graag naar Ferrari land. Je hebt dus een heel gaaf park in Spanje. Wat is helemaal gebaseerd dus rondom Ferrari. En een van de snelste achtbanen van Europa ook volgens mij. Of in ieder geval een van de hoogste. Maar je mag alleen naar binnen als je Ferrari hebt, heb ik gehoord. Moet ja. Dus jij moet achterblijven. Ja. Nee, je mag een plus 1 meenemen. Oh, echt? Oh, ja. Fijn. Dan mag jij mee. Ja. Komt-ie! Je boos me, maar ik wil niet. Hey meisje, ik kan je niet meer ontwijken. Hoeveel streams heb je? Op de hoeveel streams zit je? Jongens, het liedje Hey Meisje is uit. Eindelijk van Vincent. 83.000. Wow. Oh, dus misschien zit je straks op de 100k als deze video online is al. Misschien wel. Oh, hij staat op Spotify. Hij loopt wel lekker door, zeg maar. Ja? Ja.
Wat dus heb ik nog niet geluisterd, ga het luisteren. Hey meisje, is dat in de beschrijving? Oh, ga je me in de beschrijving zetten? Ja, ik zie wel factuurtje. Dankjewel. Yeah. Weet je dat dit ook zo'n ding is wat je dan echt mist als je in het buitenland bent? Heb je dat wel eens als je in het buitenland bent dat je echt van die dingen mist? Maar eet jij vaak pindakaas dan? Ja man, pindakaas is echt, oh. Eet jij vaak pindakaas? Ja. Ja, ook mooi pindakaas, toen ik bij jou woonde. Nee, ja. Nee. Maar ik hou er wel echt van, zeg maar. Weet je wat mij vroeger altijd mijn vaste ontbijt was voordat ik naar school ging? Gewoon naar basisschool en zo. Pindakaas met hagelslag. Nou, ga jij lekker pindakaas met hagelslag nemen? Jij krijgt er ook een. Soms heb je echt van die dingen, eigenlijk een frikandel. Kijk, ik ben nu maar 10 dagen weg geweest, helemaal niet lang. Ja. Maar soms heb je. Yeah, I've been away for 10 days. Frikandel, you know? Yeah, you know. Wat doe jij? Oh. Nou, dat was even kort maar krachtig, want ik moet namelijk nu. Met de auto van Jade alweer gaan ophalen, jongens. Dus vandaar, ik kon niet altijd lang blijven bij Vincent. We hebben gewoon even gechilled, even wat FIFA gespeeld. Ik heb hem een paar keer ingemaakt, dus was mooi. Daar hebben we ze. Zo, de jongste stapt achterin. Ja. Hey. En de lelijkste stapt voorin. Hallo. Hey. Zo. En? Oeh, airco. Lekker? Echt gewoon 100 meter verderop kunnen staan. Oh, sorry. Ja, jongens, het is zo chaos op Schiphol, ook met parkeren, voor de laatste tijd. Maar, we zitten. We zitten, wat een mooie zonnebril voor jou. Dankjewel. Dat is Jade de zonnebril. En die ligt in haar auto, dus vandaar. Wij zijn eindelijk, jongens, het is 6:30 s'avonds. Eindelijk zijn we onderweg naar huis. Ik begon deze vlog om 1:00 s'nachts, ongeveer. Sorry, je zit volgens mij echt te tuffen tijdens het praten. Oh, lekker. Je ziet allemaal spettertjes door de auto. Komt door de zon, hij is zo fel, je ziet alles nu. Maar wij komen dus na de reis eindelijk straks weer lekker bij de poesjes, jongens. Echt, ik ben ontzettend benieuwd hoe we dat huis lekker gaan aantreffen straks. Lekker schoon. Ja, dat... Ik wilde zeggen, lekker knuffelen met de kat, maar toen dacht ik, ja, snoet kan ik niet eens meer knuffelen. Nee. Snoet rent dat net weg en waarschijnlijk straks weer. KFC Drive. Ja, lekker hoor. Hey, als jij je kenteken zou kunnen customizen, hè? Oh, nee, je moet hier uit links. Ik dacht, het zijn er twee, joh. Kenteken. Kijk, we moeten aan de linkerkant van het stoepje. Kom je nou weer op kenteken? Ja, ik zag graag een customized kentekenbord. Kan dat? Ja. Nee, niet van Nederland. Maar wat zou je er dan opzetten? Jade, Anna gewoon? Nee. Ik zou misschien wel... I love Gio. Ja? Nee, wie weet kan dat wel. Maar jongens, als ik mijn kenteken zou kunnen customizen, zou ik misschien gewoon... de legendarische naam Gameplay World XL erop zetten. Gewoon als herinnering van mijn begin. Dat blijft gewoon een soort van... Dat zou echt fucking luizen. Dat is gewoon de legende. Gewoon Gameplay World XL. Daar, voor de mensen die niet Gameplay World XL kennen... typ dan even 123 game in de comments. Als je het niet kent? Ja, als je het niet kent. Want dat zou echt wel erg zijn. En dan hoop ik dat de andere mensen in de comments zijn die het even uitleggen wat het is. En weet je wat ik nog... Heel deze mensen kunnen het gesprek meeluisteren. Ja. Hallo. Wat ik nog leuker vind is als mensen op straat naar jou toe komen met... Ik volg jou al sinds dat je Gameplay World XL is. Ja, dat is echt lang, lang geleden. Snies! Oh, ik heb je gemist. Pipje. Hallo. Hey, Driven. Oh. Jongens, wat heerlijk. Om de poesjes weer lekker in de vlog te hebben. Wat fijn. Hè, knapperd? Ruikt het hier lekker. En zoals we al zeiden, snoet is nergens te bekennen. Ah, toch wel. Hallo snoet. Hé, hey, knapperd. Hé, hey, knappie. Oeh. Ja, zijn we weer terug. Kijk er dan, lieverd. Ah. De vraag is nu, is de accu leeg van mijn Ferrari? Want hij heeft bijna 2 weken stilgestaan en dat is meestal niet heel goed. Oeh, mijn schermen hadden, dat zagen jullie niet. Oeh. Wacht even. Ah. Wow. Hij geeft een failure. Oké. Wow, hij gaf echt een foutje. Ik had hem namelijk niet aan de druppellader gezet. Had ik beter wel kunnen doen. Zo, je gelooft het nooit, maar het is alweer pikken donker buiten. Kijk eens even. We zien alleen maar de tuinverlichting en dit, hier binnen. Ik zag trouwens nog wat vragen, dus ik denk dat sommige mensen dat een beetje gemist hebben. Die vroegen, Gio, heb je een extra auto of zo? Hoe kon je ineens aan die polo die op je oprit staat? Dan heb ik het dus over deze auto. Dit is de auto van Jelle. Die staat dus 5 weken hier zo op mijn oprit, omdat hij hem pas weer komt ophalen als hij dus terug is uit de Filipijnen. En dat is bijna dus. Ja, daar ligt al te slapen, jongens. Morgen dus gewoon weer een lekkere vlog hier zo thuis vanuit Nederland. Helemaal geen enkel ander land dus. Kijk eens even hoe leuk het ligt. Een kleedje mooi in de badkamer. Ziet hartstikke leuk uit. Die hebben dus van Melanie en John gekregen. Of tenminste, Jade heeft die gekregen voor de verjaardag. Maar ze ligt te slapen. Dus ik ga ook lekker de vlog beëindigen, jongens en meiden. En morgen in de vlog ga ik jullie ook iets vertellen.
wat er vandaag gebeurd is. En dat is echt heel klote. Maar dat gaat allemaal voor morgen. Dus jongens en meiden, ja, dat kan de later niet afmaken. Maar ik zeg alvast, bedankt voor het kijken. Tot morgen en later.